The Shogun of the Korvel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cinemaatjes. En deze keer hebben we gekeken naar The Last Dragon. 1985. Oh. William! Ja? Waar gaat hij over? Leroy Green is een jonge kung fu vechter. Hij heeft van een Aziat heeft hij, het vechten geleerd. De kung fu skills. Die zegt op een gegeven moment, je bent klaar voor de next level. En dat is de glow. Je kunt de glow bemachtigen. Daarvoor moet je op zoek naar de master. Dus ik ben klaar met lesgeven aan jou. Ga maar de wereld in, Leroy. Hij gaat de wereld in en de wereld is New York. Hij is heel erg fan van Bruce Lee. Hij zit in de bioscoop naar een Bruce Lee film te kijken. En dan komt de Shogun of Harlem, Sho'nuff, komt even de boel verzieken. Die komt hem ook uitdagen. Ik weet niet waarom, maar ik heb het idee dat Sho'nuff het niet kan uitstaan dat iemand beter is in kung fu dan hij is. En the word spreads around dat Leroy wel degelijk goed in kung fu is. En dat komt ook omdat Leroy dus ook les geeft in kung fu. En Leroy is niet per se een vechtersbaas. Hij draagt een Aziatisch outfitje, heeft een soort van stroopwafel op zijn hoofd staan. Hij gaat gewoon volledig voor die Aziatische stijl. Precies. Ook al is hij donker. Want Leroy die woont gewoon in Harlem. Daar komt Sho'nuff ook vandaan. Zijn broertje is meer bezig met muziek. Er is een muziekprogramma, een soort van Soul Train zou ik het bijna durven noemen. Een soort van clip muziekprogramma wat gepresenteerd wordt door Laura. Dan is er nog Eddie Arkadian. En hij heeft dus een vriendin waarmee hij muziekclipjes maakt. En hij wil dat Laura die muziekclip in haar programma afspeelt. En Laura voelt daar eigenlijk niks voor. Laura heeft zoiets van, ja maar dit is gewoon echt te slecht. Dit ga ik echt niet uitleggen. Er zijn nu vandaag de dag slechtere nummers dan deze parodie. Los daarvan. Een clipje. En die moet op televisie komen, want anders... Vervolgens krijg je dan een soort van dingetje tussen Laura en Eddie. En dan komt ineens onze held Leroy daarbij. En dan, dan wordt het martial arts. Leroy's missie is om de master te vinden. Eddie's missie is om dat clipje op televisie te brengen. En Sho'nuff's missie is om Leroy te verslaan. Die verhaaltjes komen allemaal samen. Klopt helemaal. Goed, nou, het speelt zich dus af in de jaren 80 in New York. En dat zie je ook. Het is ongelooflijk jaren 80. Je hebt boomboxes, je hebt punkers, je hebt de kleding. We hebben iemand ontdekt die heeft gewoon een fucking Sleepaway Camp shirt aan. What? Dat is de tweede. Er zit zoveel in. Synthesizer muziek, kapseltjes, de pakjes, de kleding, clips. Ja. Ja, dat is wel echt gewoon een schaamteloze plug voor El DeBarge. Ik vond het niet erg. Nee. En daarna krijg je dan nog een nummer. Ik was daar een beetje vergeten, want ik ken deze film natuurlijk uit mijn jeugd. En toen vond ik hem echt mega vet. Maar nu keek ik die film en dan krijg je dus El DeBarge met zijn hit. Oké, vet. En dan komt er nog een heel liedje. En toen dacht ik, wow, dat is te veel man. Dat je denkt van, oh dit voelt wel aan als opvulling. Ja. Het is ook duidelijk dat deze film niet voor een enorm budget gemaakt is. Dat klopt. Maar dat geeft niet. Als je maar ziet dat het met veel plezier gemaakt is. En dat kun je zien. Wat deze film heel leuk doet, JP, eigenlijk alle vooroordelen die er zijn, van wat dan ook, totaal omgooien. Ja. Dus je hebt een donkere jongen die eigenlijk een soort Aziat speelt. Die komt op een gegeven moment zelfs een aantal Aziaten tegen. Die helemaal hiphop en dance en blockparty en... Ze praten zelfs zo. Ja, precies. Ja. I am looking for the master. Ain't no masters here, dude. Ain't no slaves either. En die hebben een ontzettend vet nummer. Suki Yaki Hot Saki Sue. Super vet nummer. Alles is omgedraaid. Je hebt dus die vader van Leroy, die heeft een pizzazaak gewoon. Get your pizza. Direct your pizza. Daddy Green's pizza. Oké, en dan heb je dus dat broertje van Leroy Green, die klaarblijkelijk veel meer weet van liefde en seks dan Leroy zelf. Ze hebben eigenlijk zo'n beetje alles omgegooid. En dat maakt het heel grappig, gewoon, vind ik. De film is sowieso helemaal grappig. En dan heb je nog Busta Rhymes, die erin meespeelt. Ja. Die heeft hij gewoon gezien en dacht van, heel mijn personage is gewoon Sho'nuff. En Sho'nuff. Kiss my cover. Het mooie van deze film vond ik ook dat Sho'nuff, die zie je bijna niet vechten gewoon. Alle dingen die hij moest doen, werden gedaan door stunt doubles. Ja. Dat is niet erg, want hij is inderdaad behoorlijk fucking imposant. Helemaal goed. The Shogun of Harlem. Het is echt daadwerkelijk opgenomen in New York. En je ziet dat ook. Ik zei ook op een gegeven moment tegen jou, ik denk gewoon zelfs dat ik dit herken gewoon uit New York. Ik ben een paar keer in New York geweest. Je zag gewoon echt, het is in New York opgenomen. En dan kom je vervolgens in een paar sets terecht. Bijvoorbeeld dat appartement van Eddie. En dan dacht ik weer van, hoe cheap ass ziet dit eruit gewoon? Dat echt... Ja, dat was gewoon natuurlijk een goedkope set. Nogmaals, ze hebben gewoon niet veel geld gehad om deze film te verwezenlijken. Maar daarin schuilt denk ik ook de charme. We kwamen er op een gegeven moment zelfs achter dat een best wel grote vechtscène is opgenomen in 2 dagen tijd. Dat zou nou gewoon makkelijk 1 week tot 2 weken duren. Dit zijn 2 dagen opgenomen. Dat is knap. Wat ik ook heel tof vind aan deze film. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk het onvermijdelijke gevecht. Dat zijn special effecten. En die zijn heel gaaf. Zeker. Ja, nee, dat is gewoon echt zo framepje voor framepje hebben ze gewoon getekend. Ik vind het prima. Want ze proberen een soort stripboek na te bootsen. Ja. Missie geslaagd. En Vanity is gewoon... echt een lekker wijf. I guess you'll be the only one having fun. Ja, Last Dragon. Ik hou al van die film. Ik vind hem geweldig. Ik vond hem ook fantastisch. Sterker nog, ik had hem nog niet eerder gezien. Ik heb hem pas dit jaar voor het eerst gezien. Ja, dan heb je echt iets gemist in je jeugd. Ja, dat blijkt. Als je deze film nog niet eerder hebt gezien, zet hem gewoon op je lijst. Tot het punt dat je denkt van, nou is het te veel muziek, moet je even doorheen. Ja. Is mij toen echt niet opgevallen. Nee, ik denk dat deze film inderdaad probeerde op heel veel markten in te spelen. En dat is gelukt, want het was een succes in de box office. Goed. The Last Dragon. Who's the master? 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 Like it, subscribe. Delen. Suki Yaki Hot Saki Sue. You suck it to me, I suck it to you. Suki Yaki Hot Saki Sue. You suck it to me, I suck it to you. Like sucky wine. Het wordt gedraaid op jouw dansavond. 24 november, lukraak, Hall of Fame. Kom kijken, gewoon gezellig.